Afgelopen week hebben 3100 vluchtelingen asiel aangevraagd in Nederland. Het COA spreekt van een enorme stijging. Zaterdag had het COA het nog over 2400 migranten. Minister Schultz wil een strafrechtelijk onderzoek naar het lekken van de Prinsjesdagstukken. Het kabinet onderzocht al vaker de oorzaak van een lek, maar een strafrechtelijk onderzoek is uniek. München ontvangt ruim 12.000 vluchtelingen per dag. Maar de stad kan de enorme hoeveelheid migranten niet meer allemaal een dak boven het hoofd bieden. Er is een tekort van 1.000 tot 5.000 plaatsen. Zeker 130 brandweerkazernes voldoen niet aan de veiligheidseisen, meldt het tv-programma De Monitor. De kazernes moeten worden aangepast om brandweerlieden te beschermen tegen kankerverwekkende rook en roet. En Letty Demmers is gekozen als de nieuwe voorzitter van D66. Ze kreeg bijna 56% van de stemmen. Demmers volgt Fleur Greper van Kolwijk op.